Gespannen. Hm? Gespannen. Niet bang voor mij. Mag ik dichterbij komen of... Waarvoor? Ik weet niet, ik had begrepen dat je bang voor me was, dus ik dacht misschien... Oké. Aan jou het woord. Ik heb niet veel te zeggen. Spraakzaam. Ik denk dat je wel een heleboel te zeggen hebt. Dus brand los. Leef je uit. Miss, jij was heel zelfzeker de eerste dag. Ja. Een man met zoveel karakter. Absoluut. En toch zo snel de fout ingaan. Hoe kan dat? Tot op een zekere hoogte de fout ingaan. Lust, temptation, houding. Maar dat is geen karakter. Dat zijn geen gevoelens of emoties. Dat is niet doordacht de camera inkijken en zeggen dat Danielle's meningen niet toedoet als ik aan een andere dame zit. Je hebt me wel bewust pijn gedaan. Absoluut niet. Absoluut wel. Jij was er zeker bewust van dat je mij pijn deed. Met de acties die je hebt gedaan. Niet op dat moment. Als ik achteraf terugblik, absoluut. Ik heb fouten gemaakt en ik weet dat het verkeerd bij jou binnenvalt. Maar was het zo moeilijk om je keurig te gedragen? Ik had me keurig kunnen gedragen. Ik heb me 2 weken kunnen opsluiten in mijn kamer en het mezelf niet moeilijk maken. Ik heb me toch ook gedragen. En ik heb toch ook het gezellig gehad. Heel gezellig. Ik heb me niet gedragen. 0.0, jij wel. Jij hebt met een ander gezoend. Oké. Toch? Nee. Nee? Nee. Je hebt niet met Denise gezoend. Nee. Beelden zeggen anders, geluidsopnames zeggen toch echt anders. Oké. Waarom blijf je dan liggen? Wat voor audio heb je gehoord dat ze langs mijn schouder omhoog kust? Ik heb gezegd, mijn lippen hebben niet de lippen van een andere dame aangeraakt. Laat staan tong of stap je nog hoger. Maar ook al... Klopt jouw verhaal, is dat dan niet ook al een stapje te ver? Een kamer in gaan? Absoluut wel, maar het komt toch wat heftiger binnenvallen als dat het is. Bij het eerste kampvuur heb ik beelden van jou gezien dat jij een topless meisje achteraan aan de zee in wandelt. Dat is van net dan met een geel hemdje bedoel je? Nee, topless. En dat meisje die je op het begin als allereerste date meenam, jou allemaal kussen in je nek gaf, liet jij gewoon toe, zonder pardon. Dat jij op jouw kamer of iemands anders kamer, waar camera's in ieder geval hingen, je handdoek om haar heen sloeg en haar lekker vasthield. Ik weet niet, maar zoiets doe je niet bij een ander meisje in een relatie, neem ik aan. Nee, absoluut niet. Nee. En waarom nam je niet eens de moeite om? Ben ik het niet waard? Absoluut wel. Maar waarom? Vraag mij wat. Waarom? Ik weet het niet. Het is lust. Het is weinig nadenken en meegaan in een spelletje die ik zelf niet creëer. Dan hou jij niet genoeg van mij. Zeker. Dan geef je niet genoeg van mijn gevoelens. Zeker. We houden van doe je met je hart. En mijn houding, dat was gedrag. Maar de dingen die jij hebt uitgesproken, kan je toch niet vergelijken met de dingen die zij heeft gedaan? Nee, klopt. Van bij haar is het toch doordacht. Behalve het intiem wat dansen. Wat doe je met doordacht eigenlijk? Ja, doordacht, je hebt gevoel in het spel. Je denkt na, weet je, een tattoo die neem je niet zomaar. Het praten over hoe eng je vriendje is, dat doe je niet zomaar. Daar komt gevoel en gedachten bij kijken. Dat is doordacht, dat is recht in de camera kijken en zijn mening doet er niet toe. Dat is geen spontane temptation, dat is gewoon nadenken bij wat je doet. Wat nu, jongens? Nu is het klaar. Ja. Is het klaar. Alright. Dat is duidelijke taal en... Absoluut. Ik ga er niet achteraan huppelen. Dit was Temptation Island voor jullie. Sorry, fuck nee.